Welkom bij deze kennisclip over de basisbegrippen, grootheden en eenheden. In de stralingsbescherming krijg je te maken met een heleboel van deze grootheden en eenheden. Maar we beginnen deze kennisclip met de basis. Wat is nu precies een grootheid en wat is nu precies een eenheid? Een mooi voorbeeld hiervan is, je rijdt in een auto met een snelheid van 80 km per uur. Snelheid is in dit geval de grootheid. En hoe hard je rijdt, die 80 km per uur, dat is de eenheid. We beginnen met de grootheid lading. De lading wordt weergegeven met de letter Q. De eenheid die erbij hoort is coulomb, de letter C. Elk deeltje heeft een bepaalde lading. En dat is ook een kenmerk van een deeltje, die bepaalde lading. Dat hoort bij zo'n deeltje. Dat is een bepaalde eigenschap. Dus zo'n lading kan eigenlijk nooit veranderen. Bijvoorbeeld, één elektron is een negatief geladen deeltje. Dus vandaar min 1,6 x 10 tot de min 19e coulomb. En je ziet hier ook bij een proton, een kerndeeltje. Proton heeft een positieve lading. Vandaar die plus. Plus 1,6 x 10 tot de min 19e coulomb. En een positron is eigenlijk het antideeltje van een elektron. Of eigenlijk een positief geladen elektron. 1,6 x 10 tot de min 19e coulomb. Neutron en foton die hebben geen lading. Dus 0 coulomb. Let op, die 1,6 x 10 tot de min 19e, dat is een belangrijk getal, daar ga je veel mee rekenen. Dus A, zorg dat je die gewoon kent uit je hoofd. Of B, weet waar je die precies op moet zoeken in je binas. Die lading is eigenlijk dus de elementaire lading van zo'n deeltje. En je ziet ook, het is een kleine lading, extreem kleine lading, want het is tot de min 19e coulomb. In één coulomb, hoeveel elektronen gaan er eigenlijk in? Nou, een heleboel. 6,25 x 10 tot 18e elektronen. Zoveel elektronen heb je nodig om tot één coulomb lading te komen. Als je kijkt naar die elektronen, 1,6 x 10 tot de min 19e. Om de hoeveelheid elektronen dus uit te rekenen, pak je dus één coulomb lading. Deel je door die 1,6 x 10 tot de min 19e coulomb. En wat eruit komt, is dan het totaal aantal elektronen wat je nodig hebt om gezamenlijk dus die 1 coulomb lading te vormen. De spanning. Dus de volgende grootheid. De spanning wordt weergegeven met de letter U. De eenheid die erbij hoort is volt. Stel, je hebt twee objecten met een verschillende lading. Dat betekent dat er een spanningsverschil is, oftewel een potentiaalverschil. 1 volt is hetzelfde als 1 joule per coulomb. We hebben net die coulomb besproken, de lading. En joule is eigenlijk een nieuwe eenheid. Joule is de eenheid van energie. Probeer vergelijking te maken met een waterval. Hoeveel energie komt er vrij als 1 liter water naar beneden valt? Gaan we weer even terug naar die energie. De grootheid energie. Wordt weergegeven met de letter E. We werken met twee eenheden. De eerste is een joule. Joule wordt weergegeven met de letter J. En daarnaast gebruiken we de elektronvolt, EV. Neem weer even de twee objecten met een spanningsverschil. Transport van de elektronen van het ene object naar het andere object. Dat kost energie. En aan de andere kant kan het ook energie weer opleveren. Eigenlijk, bij een spanning van 1 volt, levert het 1 joule op. Aan de ene kant en aan de andere kant kost het 1 joule.
Kijken we naar de andere eenheid, de elektronvolt. Om één elektron van de ene kant naar de andere kant te transporteren, dat levert 1 elektronvolt op. En 1 elektronvolt, daar hebben we hem weer, is weer hetzelfde als 1,6 × 10 tot de min 19e joule. Dus zo zien we weer, op deze manier kom je toch weer die 1,6 × 10 tot de min 19e tegen. Dus dat is een belangrijk getal, zorg dat je dat kent. Hoeveel elektronvolt gaat er dan in 1 joule? Dan pak je weer die 1 joule, deel je door 1,6 × 10 tot de min 19e joule. En dan heb je het totaal aantal elektronvolt. 6,25 × 10 tot de 18e elektronvolt gaat er dus in 1 joule. De volgende grootheid, stroomsterkte. De stroomsterkte wordt weergegeven met de letter I. De eenheid die erbij hoort is ampère. In de praktijk zie je dat het nog wel veel door elkaar wordt gehaald. Spanning en stroomsterkte, volt en amperes. Zorg dat je dat goed gescheiden houdt. We nemen deze twee bekende objecten inmiddels en de waterval nog even. Stel dat je deze twee objecten, die verbindt je met elkaar. Op deze manier hebben dus de elektronen de mogelijkheid om van A naar B te stromen. 1 ampère is hetzelfde als 1 coulomb per seconde. Eigenlijk kijk je dus naar een bepaald gebiedje en dan ga je kijken hoeveel elektronen er door dat gebiedje heen stromen per seconde. Men zegt dat de stroom dus loopt van plus naar min. Maar eigenlijk is dat niet zo, want de elektronenstroom zelf, de elektronen, die gaan van min naar plus. Kijk bijvoorbeeld naar een magneet. Positief en negatieve pool worden naar elkaar toegetrokken. Eigenlijk is dat hetzelfde met elektronen. En zoals je weet is een elektron negatief geladen. Je wilt dan graag naar de positieve kant. Dus vandaar dat een elektron van negatief naar positief gaat. We hebben nu een aantal grootheden en eenheden besproken. En de volgende stap is dat je met deze eenheden moet kunnen rekenen. En dat je ze moet kunnen omrekenen. En vooral dat laatste. En dat wordt heel veel gebruikt. Dus dat moet je blindelings kunnen doen. En door dit veel te doen, gaat dat vast wel lukken. In de stralingsbescherming wordt er veel gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de voorvoegsels kilo, mega, giga en af en toe tera. En ook wat kleiner, met name de centi, milli, micro, nano en pico. Dus zorg dat je hier mee kunt rekenen. Bijvoorbeeld, hoe ga ik een kilo omrekenen naar mega en andersom? Dus weet bijvoorbeeld, als je van mega naar kilo gaat, dat het getal groter moet worden. En als je bijvoorbeeld van micro naar milli gaat, dat het getal wat je hebt kleiner moet worden. Dus zorg dat je daar blindelings mee kunt rekenen. Dus nogmaals, zorg dat je dit schema goed uit je hoofd kent. En dat je hiermee kunt rekenen en werken. Even ter afsluiting. Deze kennisclip heeft je een beetje inzicht gegeven in de basisgrootheden en eenheden. Er komen dus nog veel meer belangrijke grootheden en eenheden. Maar het geeft in ieder geval een basis om hiermee verder te kunnen. Succes!